Ja, dank. Misschien is het wel goed om eerst even in het algemeen te zeggen wat sofisme eigenlijk is. Dat is de mystieke stroming, de mystieke laag binnen de islam, zeg maar. Die wordt met die algemene term sofisme aangeduid. En daar zijn nog allerlei verschillende varianten van, maar dat is eigenlijk wat sofisme is. En het spreekt eigenlijk voor zich dat iemand die geïnteresseerd is in mystieke teksten, zoals ik, de taal van het verlangen, zo vind ik dat, dat hij toch ook belangstelling krijgt voor het sofisme. Dus dat is eigenlijk altijd zo geweest, ook door de grote poëzie die daarin voorkomt. Maar de concrete aanleiding waarom ik nu de laatste 2 jaar eigenlijk me zo in het sofisme verdiept heb, was misschien wel de Nacht van de Mystiek. 2 jaar geleden, toen we, of 3 jaar geleden, ik weet het niet meer precies, toen er dervischen waren. Wat zijn dat? Dervischen zijn van die mooie dansers met mooie witte gewaden, die eigenlijk in hun draaien en wentelen hun verlangen naar het goddelijke tot uitdrukking brengen. Een hele goede vriend van mij, een oud student, die van Soedanese afkomst is, die heeft me, nadat hij daar aanwezig was, op aangesproken en gezegd van, wist je dat er ook in Soedan heel veel Soefies leven? Nou, dat wist ik op dat moment niet. En daar ben ik over gaan lezen en ik heb alles wat ik maar kon vastkrijgen, ben ik gaan lezen. Waarbij het jammer genoeg altijd maar een hobby moest blijven, want ik lees geen Arabisch, jammer genoeg. Maar dat is mij zo gaan fascineren door wat mijn vriend mij vertelde, dat ik besloot, ik kom niet meer verder met lezen, ik moet er naartoe. En ik heb eigenlijk in een nacht dat ik niet kon slapen, heb ik gewoon, en ook mijn bankrekening gelukkig niet meer kon zien, hoeveel ik achter stond, heb ik een ticket naar Khartoum geboekt. En via die vriend, die zelf ook vertrouwd is met die traditie, kon ik ook echt in contact komen met Soefi-meesters, met jongens die in opleiding waren aan een Koranschool en de rituelen ook leerden. En ik kon ook echt kennis maken met de manier waarop het soefisme in die samenleving, in die gebroken Soedanese samenleving, kun je wel zeggen, een enorme constructieve rol speelt, een enorme positieve rol speelt. een rol die eigenlijk die samenleving rechtgehouden heeft in die verschrikkelijke jaren onder Bashir, onder het sharia-regime, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus ben ik in Soedan geland. Ik werd heel mooi begeleid, omdat familie van die vriend zowel Arabisch als Nederlands sprak en mij dus mooi kon tolken en mijn gebrek dat ik geen Arabisch ken. Op die manier compenseren. En ik moet zeggen, dat was vanaf de eerste seconde tot de laatste, totdat ik het vliegtuig weer vertrok, was ik in een zo bijzondere ervaringstoestand, zeg maar, in toestand van heldere waarneming en dat ik zo meegetrokken werd. Ja, dat het mij ook sindsdien niet meer losgelaten heeft. Ja. En probeer ik dus in de best mogelijke zin van het woord, als amateur, als liefhebber van het soefisme, mij daarin te verdiepen, teksten te lezen, erover na te denken wat dat voor de christelijke mystiek betekent, wat we ervan kunnen leren. Ja. En het is dus niet alleen een wetenschappelijk onderzoeksobject voor mij, het is ook een persoonlijke weg. Ja. Dat is zo, want ik moet zeggen, ik door een aantal omstandigheden was ik toch ergens wel in crisis is een zwaar woord, maar in een situatie waarin ik toch met heel veel vragen zat over het leven, over waar het naartoe gaat.
over hoe het met mijn geloof staat. En ik moet zeggen, die weg die ik ben ingeslagen, niet dat ik een soefie word, maar om mij even door de soefies te laten begeleiden, heeft wel echt nieuwe horizonten geopend. Dus in die zin is mijn belangstelling voor het soefisme is meer dan, we zullen eens voor het instituut ook wat islamitische mystiek gaan doen. Dat is het eigenlijk niet. Ik vind dat ook wel, een instituut als het Tietze Brandsma Instituut is een instituut voor christelijke mystiek, maar moet daarom ook oog hebben voor andere vormen van mystiek. Maar in dit geval ging het toch om ook mijn persoonlijke weg. Mm-hmm. Nou, volgens mij, dat vind ik een mooi afverhaal. Ik ben geïnteresseerd in wat je zegt, van hoe dan die islamitische mystiek en die christelijke mystiek zich tot elkaar verhoudt. Dan kunnen we misschien in de volgende opname daar even op doorgaan. Ja.